optimisme. Kan natuurlijk, ja, dat je er last van hebt, van chronisch optimisme. Kan. Waarom niet? Iedereen heeft wel iets. Ik zal dat iemand niet snel verwijten. Ik zal het iemand niet kwalijk nemen als hij voor elk probleem een oplossing ziet. Ik ken een man zonder armen die de wereld afreist en grote zalen mensen toespreekt over zijn geluk. Hoe je overal iets positiefs uit kunt halen. Dat een lichamelijke handicap eigenlijk een lichamelijke uitdaging is. Je kent het wel. Mensen hebben respect voor deze man. Ze noemen hem dapper. Dapper? Alsof hij op een dag zelf zo stoer is geweest om die twee armen eraf te laten hakken. En vervolgens eens even laat zien dat het prima te doen is. Zo zonder twee van zijn extremiteiten. Dat de man weinig keuze heeft dan te laten zien dat er leven mogelijk is zonder armen. Daar zullen we het maar niet over hebben. We moeten de man maar op zijn woord geloven. Als hij beweert zelfs dankbaar te zijn voor zijn handicap. We kunnen het niet controleren. Of wel? Christopher Reeve, voormalig Superman, verlamd vanaf zijn nek, dacht dat hij... En Christopher Reeve had dat goed gedacht. Die sukkel was blind. Na 5 jaar intensieve trainingen kon hij zijn vinger bewegen. Zijn vinger? Ja, zijn vinger. Het jaar erna gevoel is bols, daarna kon hij in het water zijn armen en benen bewegen. Dat kon hij. Ja, hij wel. Hij wel, ja. En ik weet heel goed wat jij allemaal niet kan. Geloof me, dat weet ik. Bij elke stap die ik zet, weet ik dat jij hem niet kan zetten. Elke handeling, elke... Waar het om gaat is dat je zijn optimisme niet belachelijk hoeft te maken. Je kunt het godverdomme niet hebben dat die hoop van hem realistisch was. Dat kan je niet aan. Zelfs daar ben je nog jaloers op. Jaloers op een idioot. Kom naar je werk terug, ik betaal je. Waarom? Ik wil niet alleen zijn. Je bent nooit alleen, je hebt toch die twee hulpsmurven? Dat doet er niet toe, ik wil dat jij komt. Wat moet je van me? Ik wil dat er iemand is waarvan ik precies weet waarom die er is. Jij bent zielig. Dus je komt terug naar je werk?